Ik ben Firas, Firas Arroz, de eigenaar van Chami House. We zijn hier van 5 maanden geleden en ik ben hier in Nederland van 3 jaar geleden. We zorgen voor dat Syrisch eten, niet als we hebben een heel lang menu uit Syrië, maar we gaan voor de snacks en soms gaan dat salades en soms voorgerichten. Bijvoorbeeld, we hebben hier dat lamb shawarma en kip shawarma en we hebben dat vers elke dag. We hebben hier gemaakt met kip. We gebruiken 13 soorten van kruiden en met vlees 8 soorten van kruiden. We hebben salade, dat tabbouleh, dat is een typisch salade uit Syrië. Veel batterzalie met tomaat, onion, borgol en citroen en olijfolie. Hebben we ook hier dat vegetarisch eten. We hebben dat heel lekker falafel. We hebben hier ook vers gemaakt elke dag. En we hebben dat 2 soorten van salades, dat tabbouleh en dat fattoush. En sommige calzones, kleine calzones met kaas, met groentijm en olijfolie en simsim. En dat soms met, wie zeggen, muhammara, paprika en tomatensaus met sambal en dat zwart zit. We hebben dat veel soorten voor vegetariërs mensen ook. Ik werk hier met dat 8 Syrische mensen. Zij zijn vluchtelen. Als hier werken vluchtelen. Voor 2 shift, 4 met elke shift. We vinden dat is mooi. We hebben geen kans om wat wij kunnen doen om te werken, maar niet met de anderen. En ons plan dat nu wij werken voor part-time, maar later we willen graag voor dat voor de uitkering dat stopt en dat ze eigen geld verdient. Dat is ons doel, maar dat een beetje tijd nodig, maar dat loopt goed. We hebben op ons beginnen om Facebook bijna 3200 vloggers en meer dan 40% van hen zijn Nederlands. En ik ben blij om dat te zien en dat elke dag meer Nederlandse mensen volgen ons en die komen bij ons. En ik ben blij als dat veel mensen komen en proberen ons eten. Van harte welkom voor jullie iedereen. Oké, tot ziens.